Sylvie Meis reageert op een buitengewoon snobistische manier op de vraag of ze het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro heeft verdiend. Oh, meer. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Lacht ze uitbundig. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom Sylvie Meis in haar eigen land zo onpopulair is. Een blik op een willekeurig interview met haar biedt al het antwoord. Zo gedraagt ze zich tijdens een video-interview met FHM ook weer bijzonder opgeblazen en pretentieus. Vooral wanneer het gesprek over haar inkomen en vermogen gaat. FHM hoofdredacteur Chris Riemers stelt Sylvie direct de vraag naar haar inkomsten. Ik stel deze vraag aan iedereen. Heb je het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend? Sylvie begint vervolgens ongelooflijk snobistisch te lachen. Oh, meer. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Chris blijft rustig. Ja, bij jou leggen we die lat te laag. Sylvie kan werkelijk niet ophouden met lachen klaarblijkelijk om duidelijk te maken dat haar inkomen ver boven de 100.000 euro ligt. Ja. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh, nou, anders zou ik schrikken als het niet zo was. Ha 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 ha. Chris vervolgt: "Nou, laten we hem even keer <hierig> 10 doen." Sylvie lijkt het zelf niet gênant of walgelijk te vinden om te suggereren dat een inkomen onder de 100.000 euro lachwekkend is. Ha 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 ha. Nou, dat was wel een oprechte lach. Oh jeetje. Ja. Chris concludeert: Mooi, de zaken gaan goed. Sylvie bevestigt: Ja. Zeker. Hihihi. Wanneer haar wordt gevraagd hoeveel uur per week ze werkt voor haar inkomsten, antwoordt ze: Ik ben 24-7 Sylvie Meis, dus daar kun je bijna geen tijd aan plakken. Je bent bijna altijd aan het werk. Als ik projecten, shows en shoots doe, dan is het heel intensief en ben je dag en nacht aan het werk. Uiteindelijk is haar meisjesdroom werkelijkheid geworden. Ik zei vroeger tegen mijn moeder, mama, iedereen gaat later weten wie ik ben. Of dat is gelukt? Ja, best wel toch? In elk geval in de Noord-Europese landen. Deze uitspraken en het gedrag van Sylvie Meijs tijdens interviews geven een goed beeld van waarom ze in eigen land vaak als ongelooflijk pretentieus en afstandelijk wordt gezien. Haar reacties op vragen over haar inkomen onderstrepen deze perceptie alleen maar meer.